In dit item van het geneesmiddel van de week wil ik graag naloxon bespreken. Naloxon is een sterke, kortwerkende opioïdreceptor-antagonist en werkt specifiek op mu-receptoren. Naloxon heeft hier een grotere affiniteit voor dan opioïden. Vanwege deze werking kan naloxon gebruikt worden als antidotum voor opioïden. Wanneer is het dan nodig om het effect van opioïden tegen te gaan? Zoals verteld in het geneesmiddel van de week filmpje van morfine, kan een ademhalingsdepressie veroorzaakt door opioïden fataal zijn. Bovendien kan een overdosis opioïden een coma induceren. In deze gevallen is het nodig om de effecten van opioïden tegen te gaan. Verder kan naloxon geïndiceerd zijn wanneer er symptomen zijn van overdosering als slaperigheid en hypotensie. Naloxon heeft een vrij korte halfwaardetijd van ongeveer 60 tot 90 minuten. Ter vergelijking, morfine kan tot 7 uur werkzaam zijn na een eenmalige toediening. Hierdoor kan bij een langwerkend opioïd de intoxicatie terugkeren nadat eerder respons op naloxon is geconstateerd. Bovendien moet er bij toediening van naloxon gelet worden op acute onttrekking, de zogenaamde cold turkey. Dit uit zich in symptomen als zweten, gapen en een subjectief gevoel van afkoeling, de cold turkey. En daarna mydriasis, braken, diarree, tremoren en stijging van de bloeddruk. Verder kunnen er bijwerkingen optreden ten gevolge van een te snelle toediening. Dit uit zich in misselijkheid, braken, zweten, hypertensie, tachycardie, convulsies en zelfs een hartstilstand. Bij een te hoge dosis zijn er juist weer andere bijwerkingen, zoals opwinding, hypertensie en opheffing van de analgesie. Om dit te voorkomen moet er voorzichtig gedoseerd worden. Het is meestal niet nodig dat het effect van morfine volledig geantagoneerd wordt. Terugkeer van een adequate ademhaling zonder volledig normaal bewustzijn is vaak voldoende. Naloxon is logischerwijs niet werkzaam bij een ademhalingsdepressie die wordt veroorzaakt door niet-opioïden en is maar in beperkte mate werkzaam bij buprenorfine. Bij voorkeur moet naloxon intraveneus worden toegediend. Wel kan erbij worden uitgeweken naar een intramusculaire toediening wanneer intraveneuze toediening niet mogelijk is. Hierbij moet wel individueel de dosis worden bepaald, aangezien het effect na toediening langer op zich laat wachten, langer aanhoudt en de benodigde dosis hoger kan zijn. Naloxon wordt in bepaalde preparaten gecombineerd met opioïd-agonisten, wat tegenstrijdig kan overkomen. Het eerste preparaat bestaat uit oxycodon gecombineerd met naloxon in een tabletvorm. Naloxon heeft oraal een biologische beschikbaarheid van 3% door een groot first-pass effect en zal dus vooral lokaal in de darmen werken. Dit zou gunstig zijn om bijwerkingen van obstipatie door oxycodon tegen te gaan. Dit werkt niet beter dan het huidige laxansregime dat gegeven wordt bij morfinepreparaten, dus deze combinatietablet heeft niet de voorkeur. Bovendien leek het verslavende effect, ook wel craving genoemd, af te nemen. Het tweede preparaat is een combinatie van naloxon met buprenorfine in een sublinguaal tablet. Doordat de geneesmiddelen via de slijmvliezen van de mond worden opgenomen, wordt het first-pass effect omzeild. Plasmaconcentraties van naloxon blijven echter laag en nemen snel af. Dit preparaat wordt vooral gebruikt bij behandeling van een opioïdverslaving. Hierdoor kan de tablet niet meer misbruikt worden voor een injectie, aangezien naloxon dan direct de effecten van opioïden blokkeert. Dit zorgt weer voor acute ontwenningsverschijnselen, wat erg onprettig is. Samenvattend is naloxon een sterke, kortwerkende opioïdreceptor-antagonist en wordt gebruikt als antidotum bij opioïdintoxicaties. Vanwege het risico op onttrekkingsverschijnselen moet voorzichtig gedoseerd worden. Let ook op de toedieningssnelheid en de hoogte van de dosis. De voorkeur gaat uit naar een intraveneuze toediening, maar er kan uitgeweken worden naar een intramusculaire toediening. Naloxon wordt ook gebruikt in combinatiepreparaten met oxycodon en buprenorfine, waarbij de combinatie met buprenorfine vooral gebruikt wordt om verslaving tegen te gaan.